Hi, dokter. Vertel. Nou, ik wil graag iets van mijn leven maken. Ik heb alleen geen talent. Want laatst probeerde ik iets één keer en dat lukte niet. Dus toen wist ik zelf al, ja, nou, dat is niet voor me weggelegd. En sowieso, ik heb een beetje het gevoel of de rest allemaal maar komt aanwaaien. Kijk, ik zou er natuurlijk ook zelf iets aan kunnen doen, hè. Maar wat zou de rest wel niet allemaal van me denken? Ik bedoel, waar haal ik de arrogantie vandaan om iets van mijn leven te willen maken? Ik heb een nieuwe methode. Ik ben nu gewoon thuis op de bank gaan zitten de afgelopen tijd. En ik wacht tot het me komt aanwaaien. Want, ja, de rest komt het ook allemaal aanwaaien. Dus ik verwacht wel dat het binnenkomt, maar het duurt nog wel heel erg lang. Vol toch met zeuren, dan voor je gebeuren. Als je eens opstaat van jouw luie reet, wat houd je tegen? Je hebt maar één leven. Straks op je sterfbed, dan is het te laat. Ga ervoor, spreek de haters, want je kan het wel. Geen excuses, nee, dit is geen spel. Dood ga je. Zijn de waarden. Als jij het niet doet, doet een ander het wel. Dus pak je kansen, ga met leven dansen. Mocht iemand gaan haten, nou fuck me.